Hier sta ik, uw duur. Ik tegen die nieuwe stem op ons, want wij zorgen voor werkgelegenheid en voor groen binnen 300 meter, waar je ook bent. Ook al zit je in het café. Ook al slaap je op straat. Ook al lig je half dood in de goot. Binnen 300 meter is er groen. Het klinkt gek. Het klinkt gek, maar wij zijn de mobiliteitspartij. Dat is gek. Maar het is een andere mobiliteit dan de mobiliteit die wij gewend waren. Iedereen verklaart ons voor gek. En mobiliteit en groen en mobiliteit en groen binnen 300 meter. Hoe kan dat nou? En 3000 groene banen. Hoe kan dat? Nou, dat gaat als volgt. De oplossing is heel simpel. Mobiel groen. Ja. De oplossing is ontzettend simpel. Verrijdbare heesters. Rolgrasvelden. Gemotoriseerde bomen, maar wel elektromotors. Groene bomen op groene stroom, dat is het. Het groen komt naar je toe. En het groen, dat wordt bediend door, ja, jullie? Door 3000 mensen die dan een baan hebben. Een groene baan. En dat zijn veel jongeren, dat zijn alle jongeren die niet op school zitten. Dat zijn veel allochtonen, waardoor de participatie 5% omhoog gaat. Kortom, wij gaan het doen met mobiel groen. Het ei van Columbus. Wij gaan optimistisch 3 maart tegemoet. De trams naar alle windstreken rijden reeds in onze hoofden. Die 1 euro extra per inwoner voor cultuur, die hebben wij in ons hoofd al uitgegeven. En niet aan een extern bureau, nee, aan mooie dingen. Dingen om de stad groter te maken. Studenten krijgen, als het aan ons ligt, sleutels van bestaande kamers. Als tenminste de kiezer de sleutels van de stad aan ons geeft. Want het kan schoner, het kan groener, het kan hier minder grimmig. Het kan hier meer wij en minder wij en zij. Zelfs in ondiep moeten ze weten dat ze ons in het diepe kunnen gooien. Zelfs in zuilen moeten ze weten dat wij niet verzuild zijn. Wij zijn oor voor oog en al. Wij knokken voor overvecht. En dat is niet overdreven. Ook over straten en pleinen en 7 steegjes. Pijls en Rijns Weert. Zelfs al woon je in Leidse Rijn, daar moet je nog bij ons zijn. Laatst sprak ik Jan de Loodgieter. Het is Pleinstraat. Jan de Loodgieter, het Pleinstraat uit Lombok. En hij had zijn neef, had hij ook meegenomen, uit Knaaleiland. En die moest niets van ons hebben. Niets. Zij gingen voor Tom. Voor Tom of voor Vreeswijk. Ze zouden kop of munt doen. En ik heb ze overtuigd dat ze moeten stemmen op GroenLinks. Er is nog maar 1 voorwaarde. Dat ik wel de rekening voor de geleverde werkzaamheden betaal. En dat heb ik gedaan. Ik heb betaald. En zij gaan stemmen op GroenLinks. Ik zal duren, want deze stad gaat mij aan mijn hart. Ik wil dat in deze stad welkom boven alle portieken in alle talen van de wereld mag staan. Succes!